Orga Stichting Sumi N en Arti Promotion. Doma, 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 doma. Toneel van niemand minder dan Glenn Huisden, Danielle Dorder, Max Moussan, Ruben Sylvin en Gerald Vierklauw met het stuk We Can Do The Job. Abum bego mi bego dua a echo no som beden taka one feeling mi bo chisi. Mi gado benas dom no mas dom. Ay. Wa umas maye mexan me yare. Ye bari kan tak if mek wam china wan gemakkelijk sani wanta neti. Te de beise getraat zo gemakkelijk af a jonge poer en broko. Asut poti is schraa klaar. Maar wanneer je bevrucht bent, dan beginnen die dingen. Dat je misselijk, dat je wanyandago poepa. Maar ja, mijn einde a job is vallig mooi. De laatste day die zijn jongen skop me tenin me voor de karen. Ibri lazy ei harsaka da ei gwa lok tubaka. Mina sab sana san feng am datem pano man godrape e su tem futu godrape. Maya. Mio clara job disi. Ma fu mek wam chi anwa is a hell of a devil. Darom at is the last keer for me. De andere keer zal ik een rubbertje gebruiken. Want dat er een poti van de karasan is bakken, Jimmy. Hallo. Goeiedag. Sorry hoor. Ja. Ben je voor controle hier? Ja, ik zie dat wel. Jawel. Ja, ik ga door. Bent u de zuster hier? Nee, ik ben zelf de RCO. Ah? Ik ben het. Dat er aan een kooite. Nee, dat er aan een kooite. Mis doe je praktijk van een oma'sma om een slakje kiezen te checken. Ja, dat is waar. Na je eerste wan. Nee, yes, dat is de zoveelste. Ah, dat mijn loco. Me up make foto ta. Na mek futu ikare. In jou imbarikan de meisjes lek me. Ef mi danga wan man. Ano mek futu na kras ondro. Nee me tegi tak de meisjes lek me. Als een man echt goed vruchtbaar is. Zo so plasje man kan plasje om wakap sam oorberek ba. Je bent gewoon abnormaal. Ja. De wan lek you. Adjoku ka hangan na lijn idek ba. Ja. Baya. Ready? Maar voor een jongen die zit pano de jas. Hoeveel maanden bent u zwanger? Hij is lekker 12 moe. Oh. Maar volgens mij, hij door een negen moe. Maar berekenen een nestelingsperiode tot dan. Dus daar kan door een 12 moe. Dus hij is lekker een tje olifant met je zien. Baya. Baya. A young man makes some stuff, my pleasure, my string. Darum den day this me never broke. If I stand. Yeah, yeah. My cup am well, my score, her. My football fell. Yeah, ma, me jewa moi, sani, me football hotel again. In a mess here. Im harsh. Nee, me happy just ma mess here. Me put one moi model, jem kotem ball hotel. Oh, yeah? Yeah. Want me wanna boy the strong footballer. Maar nou ja. En pa. Hoe laat komt de dokter? Weet u dat? Ik weet niet meer. Ik ben naar boven laat ik ja. Mim go take one dosu a passen. One dosu konto. Oh. Ja, hij woont in Nederland. Pim go take a dosu. Pim go take it. Ai. Jere mino kara ne wa mino mek reclame. Ik heb nare ervaring. Ja, maar misrep. Misrep moest go take one dosu too. Oh ja? Ja. Oh, half een minuut. Ik heb mijn pada Holland toch? Oh, toen van mij ook? Oh. Ja, van mij ook. Ja. Ja. Baya, if je schaap een mooi oefen toe zo. Ja, doef me toe. Doef me dan one band, I sing it.
Maar je slep ook om me toe schrijven, je doet me schrijven, plein in mijn band toe. Oh! Zo gezellig. Zo, hij play instrument. Nee, hij zingt. Oh, doet me voor, zanger. Mooi, hij doet me toe. Oh. Mooi obeen als zo, mooi blak als zo. Ja, hij doet me blak, alleen TV bed, zo mooi kabet. Ja. Ja. Wacht even hoor, ik heb even telefoon, even. Ja. Gado. Ja, liefie. Ja, alles goed? Ja hoor. Ja, hij is kopoeba, ja. Ja, is een kleine mijne. Ja, ja. Ja, Ade. Ja, ik zit bij de poli. De dokter is er nog niet. Maar ik had je gezegd dat ik nou een boy toch? Ja. Ja, de dokter had me gezegd, ja. Oké. Okay. Ja, is goed. Ik kan een alarm tasheren, want ik ben niet de ormi. Want ik ben aberrati, dus dan praxeer ik loop met alles. Is goed. Ja, ik ga die doos straks halen. Hoor. Oké. Okay. Ja, doei doei. Woo. Love you. Mwah, mwah. Wat zei je? Met me play qua long distance call. Hallo. Ik ben daar controle. Ik ben wel eens mazzonet, no? Ik ben wel eens mazzonet. Oh, daar boom. Ja, ja, mijn kisten zijn vaart ook. Ja. Oké, je scoot haar mee, no? Aha. Wat meina je takkie? Jere, mij meina. Doe voor je aan de jouwe. Dit is de meina. Jere no. Mi wan actie wan sani tak. Zot meina i bel so net. I brutaal. Want die meina die mi bel e plegie wan band. Atrasi. A doef mi ook to e play in wan band. En I sing in a band. En I play in Kan Country. Is dat duidelijk? Wacht die e-bel bakka. Hallo, meina. Hallo, meina. Oh, dat was mooi, Sani. Meina. Hallo, jouw zorgapje. Mis dan een wan dame jazza, taka zwanger fi. Oh, je lek der, no? No, tell me no. Hey, jongen, abong arekel. Anna, luister. Wat is zwanger van mij? Die vrij post. Nee, omdat ik me niet wil hebben, te kwal Holland, man, de maïk. Je weet zo. Is dat wel lang aan mij? Is dat wel lang aan mij? Hallo? Hallo? Dokter. Dokter. Goeiedag, goeiedag. Dag, dokter. Dag, dokter. Hoi. Jere. Hallo? Ja, dok. Mag ik u aandacht? Hoe is met de patiënten? Het gaat niet zo best. Een beetje buikpijn. Het gaat niet zo best, dok. De laatste lazy en vooral no van mis donja. Mijn bloeddruk steekt te 300. Hou rustig, mijn zak en zo meteen. Daarom ben ik de dokter. Hoe is met de baby? Hij schop af en toe te veel in mijn heuvel. Maar goed, by the way. De resultaten zijn binnen, hoor. Oké, okay, dokter. Ik heb ze in de computer. Ja, dokter. Even, hoor. Jawel. Mevrouw Waniman. Ja, ja. Ik kom bij u, hoor. Is goed, dokter. Ik heb nog meer pijn, hoor, dok. Pardon? Ik heb nog meer pijn. Meer pijn? Ja, dan de vorige keer. Ja, het kan. De tijd is rijp, hè? Ja, dokter. Dok, na bijna 2 weken ik bij mij aflast voor weer.
Want die midden was sterke vrouw dan Tama. Nou, nou, dan weet je, ik kom toen ze voeren voor alle sandimieren. Ja? Even. Ah, nou, dat rabbelang. Alami Adrialino is steek, nou, nou. Ah. Hallo, dames. Kalmte, ik zal je redden. Even hoor, even geduld. Dokter. Ja? Kan ik als eerst geholpen worden? Ik moet een dokter. Dat draai je me voorzien, hoor. Wat heb ik dan zo? Hallo, hier wordt er per geval ik heb, geholpen. Ja, ik heb mijn geval is dringend. Ja, dat bepaalt. Want sinds vorige week die kon je tegen mijn ontsluiting is 30 centimeter. En moet zakken gaan, twee jakba. Rustig. Minus op zomaar tegen dat olifantek is ontsluiting. Jere, je kan mijn olifant, joh. Je staat olifant. Hallo. Dames. Ja, dokter. Even. Kan het even stil zijn? Laat de dokter zijn dingen doen. Mino, sape mij nog op ietsje. Maar dat raam mijn beetje het idee. Mino, wanneer je voet dat ze er, want je vingers zijn te dik, hoor. Toucher is dat dan? Toucher en officiëren. Toucher. Het is zeer naar Sam. Oké. Mevrouw, wanneer man. Kan ik niet eerst komen, dok? Even, is niet zo dringend. Alas aan iemand bepaald. Ik heb het hier in de computer, hallo. Rustig aan. Zap van mij, dan kan ik ook een soort ready made. Misschien wel een mooi blakke meid. Mobellen dadelijk actie van lauw en lauw. Hallo? Ja, dokter. Wat voor geklets is dat? Hallo? Zet rustig. Mevrouw, tikke man. Kunt u even naar die kant? Ja. Ik ga hier bezig zijn. Ik ga dat niet beren. Voorzichtig. Nou, wat? Vast mijn lukum is om eentje zo graai. Kijk, hallo. Ja, sommige smaden. Mooie ga beren, maar dit meisje is lelijk zomaar aak. Kunt u hand hierin plaatsen? Ja, dokter. Moet ik u helpen? Ja, vast hoor. Oké. Okay. Ja, dok. Auw. Kom. Zijn er pijn, mijn man, dokter? Je hebt hevigere pijnen gehad. Dit is niet zo. Ai, dat raad is aan oru like you, poti. Ik kan me niet voort. Au! Evo. Aandacht. Oké. Dat raakt alleen me een plage. Au, is strak man. Zo. Mevrouw, wanneer man, wat ik hier zie. Mooi hè. Tactic 123. Ja. Met een polsslag van 77. Oh, geweldig. Ja, man. Ik krijg een goede verzorging daarom. Ja. Mijn man zit in Nederland, dokter. Oh, je man zit in Nederland? Ja. Belachelijk. Ja, man. Dat wil zeggen dat u niks tekort komt? Nee, ik heb alles al. Mijn babykamer is helemaal ingericht. Ja. Alles is blauw. Alles is blauw. Ja, dok. Is een jongen dus. Had u me al gezegd, vorige keer. Ja, precies. Au. Maar moet u... Au. Hallo, even. Ik kom eraan. Ze komen om... Ik wil even kijken naar de uitslag van de vorige keer, de laatste keer. Dok, mijn beren had me. Even wat geduld. Ik kom bij u. Juist lekker bezig, draai een kop kwaad onder een semi-gado. De computer aanzetten.
Oké, in tegenstelling tot de vorige keer zie ik dat er toch wel wat veranderingen zijn opgetreden hier. Ja, dok. Want de laatste keer... zie ik hier... dat u... Nee. Dit is van de vorige keer. Ja. Wat ik heb gemerkt... Net wat ik u gezegd dat u kreeg een jongen, hè? Ja, dokter. Een jongen? Ja, dokter. En een jongen heeft een heel klein hoofdje, hè? Mijn god. Ja, jij is goed. Awa, jappie, jappie. Is normaal. Hallo. Alle kinderen verschillen. Hè? De moeders ook. Andere lijken op olifanten. Je hebt, hallo. Ik heb zo'n biggie heesnees gebouw. Hallo. Dat ben mij nog die chipuru. Belachelijk. Is er geen respect hier? Is er geen respect? Mijn dat ben ik. Dat jij wan kopro beetje. Hij wou je oppoetsen. Hallo. Sorry, dokter. Ja, komt u in de wachtkamer. Kom. Je hebt pijn aan je spoelwerk. Hij heert dat ze verpulver. In haar trobang aan dat. Kom in de wachtkamer. Hallo. Dat is dan aan mijn. Auw. Huh. Kom, mijn kind. Is echt een grote mistake. Kom in de wachtkamer. I made Biggie that dong. Main of me. Hallo. Ja, dokter. Zuster en dame. Dokter, ik wil plaatsen. Zijn jullie familie? Nee, dokter, helemaal niet. Deze mensen komen niet voor in mijn familie. De naam komt ongeveer overeen. Wanimang en Tekemang. Nee. Mijn familie heeft geen rommels. Oké. Maar hier, luister. Ja, dok. Net wat ik zei de vorige keer, hè. Die baby heeft een heel klein hoofdje. Begrijp je niet? Ja, dok. En heeft lange handen. Ook. Ja. En lange benen. Ja, is kijk niet. Dus wat is gaan gebeuren? Nee, ik kijk als die olifant nog hier zit. Om alles te horen. Want hij moet tak zandatra. Nee, maar is geen schande. Is ja, normaal. U had me al gezegd van zijn hoofdje. Hallo, ja, maar... En nu die armen en die benen erbij. Ja, kijk, dat hoofd groeit langzamer dan die armen en die benen. Die armen en die benen, ja, die groeien snel. En pao, chargoa, holland, chara. Begrijp je niet? Waarschijnlijk... Ik ga meesturen met zijn vader, dokter. Waarom dan? Mijn oma hoor, Inja. Waarom kan je niet? Is een normale baby. Ja, en hij komt erbij. Met het groeien van de hersenen groeit dat hoofd ook. Dat zijn verbonden met die pancreas. Begrijp je? Ik gebruik... Neemt u me niet kwalijk, ik gebruik vaktermen. Ja, ja. Zijn gebonden met die pancreas. En je moet nagaan, doordat dat kind lange handen heeft en lange benen, op de een of andere manier zijn die darmen van u verstrengeld om zijn nek. Ook dat? Ja. Waardoor hij... Maar daarom heb ik pijn. Ja, toch, want hij echt veel pijn, dokter. Heeft een tekort aan lucht. Hij kan niet ademen. En doordat hij niet kan ademen, gaat hij trekken en schoppen. Begrijp je niet? Ja, dokter. Waardoor die darmen komen in uw thorax. Oké. En door het trappen... Dus ik zie alles voor me, dokter. Maar ja, door het trappen... Ik ga echt niet meer. Door het trappen zakt alles naar beneden. Ik voel alles in mijn rug. Waardoor u ook een paar darmen in uw broek hebt. Begrijp je? Dat komt door die lange benen. Ziet u? Maar je hoeft dus niet te... eigenlijk wordt het een zware bevalling. Ja, maar je hoeft niet te vrezen. Daarom ben ik dokter. Kijk, ik heb jaren ervaring. Dus het komt goed. Samen. Minayu. We can do the job. We do a job. Begrijp je niet? Ja, dokter. Dus maak je niet druk, het komt goed. Je weet het? Ja, dokter.
Okay. Wat ik kan doen, ik kan je pijnstiller geven, een spuit. Kan je een spuit geven voor minder pijn? Ik voel weeën. Ja, je voelt weeën. Maar wat voor pijn verminderen? Zodat je makkelijker bevalling hebt, want straks moet je gaan drukken en persen, begrijp je niet? Ik heb al problemen met een baby. Nanga wampti ede, langa en langa langa futu. En nu nog een spuitje. Is goed. Kunt u de pijn verdragen? Nee. Wel nou, dan geef ik het ook een spuit. Dat kind moet toch eruit? Het gaat eruit komen, maar op zijn tijd. Hallo, uw ontsluiting is nog niet wat het wezen moet. Uw ontsluiting is nog gesloten. Maar, dokter, hoe weet u dat? Heeft u me voor vandaag getoucheerd? Ik praat over de laatste keer, dus ik wil gaan straks weer kijken. We zijn een week verder. Een week? Nee. Hallo. U was gisteren hier, bent u vergeten? Hallo, u bent flauw gevallen hier, hè? Nee, het was geen gisteren, dokter. Wanneer was dat dan? 3 dagen geleden. Zo. Was vorige week. Donderdag. Hallo. Nee hoor. Gisteren was u hier. Hij was hier. Dokter, maar luister, ik heb pijn. Kom goed. Kom goed. Gaat u naar achter. In de behandelkamer. In de behandelkamer. Ja. Mevrouw. Mevrouw Tekeman. Ja. Dokter, ze is slordig hoor. Pardon? Ze is slordig? Ja, u bent niet daarvoor hier. Maakt niet uit, maar ik zie toch? Ja, ik kan het niet laten. Er is een stoel daar. Dok, er is een stoel daar. Pijn, 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 dok. Ja, kom. Vooral van Tjaka Drog, die zie. Mevrouw Mori. Dokter Ina? Ja. Ik kom eraan. U kunt weet zitten. Hallo? Mevrouw Waniman? In de kamer, eerste kamer. Ja. Ja, dokter? Eerste kamer. Ja. Er is een stoel daar voor u gezet. Ja, dokter. Oké, okay. Mevrouw Tikkeman, even hoor, laat me drukken op uw naam. Tot nu toe alles goed? Pijn? Dat raam ja pijn, ja pijn. Misabtak ja pijn. Misabtak ja pijn. Ja, actie met mijn pijn, ik heb pijn. Ik heb pijn, ik ga u helpen ook. Ik check even de laatste verwikkelingen van u. Want u hebt een jongen ook, hè? Jawel. Een jongen? Ja. Een mooi bol. Ja. Groot hoofd. Ja. Dat hoe ga ik doen? Je gaat, hallo, je bent ervoor geschapen. Hoe groot ook de baby is. Hij kon dat ook kon door. En altijd zei, we gaan hem eruit halen. En wat ik hier gezien heb, je baby is 18 pond. Ja, maar u hebt de ontsluiting van 30 centimeter, zoals ik had gezegd. Maar dok, dat heeft u me vorige week al gezegd. Dat is ja. Heel langzaam. Ja. Maar hij schopt me helemaal in mijn pony. Ja, maar kijk. Hij gaat schoppen, hij gaat blijven schoppen, omdat libide, als er geen leven was aan de bos schoppen. Daarom zeg ik, hij is groot, maar ook door. Die ontsluiting is er, een beetje mooi, 30 centimeter. Dus daarom wil ik u verzoeken, voorlopig moet u niet onbehoorlijk zitten. Anders kan vadom. En om dat te voorkomen, ga ik u pampers voorschrijven. Zodat dat kind een zachte landing maakt. Maar dat raak aan goed stik toch? Aan goed stik. De pamper is... Zijn. Hoe zal ik het zeggen? Luchtgekoeld. Dus in afbruia komt eruit. Dat raam je pijn. Je pijn, maar... Mijn vier vaboyes kopen dat raam je poesje in de kong. Zal ik even checken? Nee, niet hier. Nee, ik ben hier, achterin. Jawel. Oké, laat me even kijken wat er met die andere... Nee, hallo. Laat me even kijken met mevrouw Waniman.
Dan kom ik bij jou. Mevrouw Honeyman. Mevrouw Honeyman. Adede. Dokter, ik ben hier. Moest ik zo liggen? De eerste kamer, nu komt in de tweede kamer. Maar dokter, moest ik zo liggen? Zo ja, maar wait, wait. Spray je benen. Au, 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 au. Spray. Au, wat dokter, ik zie hier, ja, wat ik hier voel. Die ontsluiting is er. Maar dokter, zet één vinger nog. Waarom twee? Wachten, even wachten. Weder, weder. Au, dokter. Weder. Au, nooit meer, nooit meer. Ah, weder, oké. Okay. Persen. Ai. Drukken, drukken. Ik wil poepen, drukken. Dokter, ik wil poepen. Ja, ik kan poepen, poep. Ai. Pers. Pers. Oei. Hij komt eruit. Ja, 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 nog een beetje, nog een beetje. Pers, pers. Wait, your chin up, your chin up, chin. Wait, wait. Trekken, trekken. Oké, mooi. Mooi, gefeliciteerd. Ik ben moe. Gefeliciteerd. Hori, hori, hori. Kijk hier, mooi kind, hè. Flink. Flinke baby. Ja, toch maar. Ja, hori. Hori. Zuster, help haar verder. Help haar verder, zuster. Blijf stil, blijf stil. Blijf stil. Eten, eten. Kom bij mama, kom bij mama. Eten, eten. Blijf stil, maar Angerino. Eten, eten. Zuster, mag ik een borstvoeding geven? Zuster, mag jij borstvoeding? Hey. Blijf stil, blijf stil. Hallo. Ga je me direct helpen, dok? Ik ga je direct helpen. Ja. Is mooi gelukt. Hey. Komt u, komt u. Kom hier, boy, kom hier, boy. Blijf stil, hoor. Jean Ede. Poti. Oké, mevrouw Honeyman. Rustig aan met uw baby. De kadoro. Even. Ja. Dat. Ja, doe Jeremy. Het is behoorlijk zuur hier. Ja. Ja, man. Dat draai je pussy vinger goed me bellen. Hij is zuur hier, man. Hallo. Ja. Mevrouw Tikkeman. Ja. U hebt een windje gelaten, hè? Ja, omdat je vinger daar hebt gestopt. Even. Oké, spreiden. Au, au, spreiden. Hey, pretty. Ah, nou, pretty, spreiden. Au. Druk op, persen. Persen. Mijn pretty, dat raam. Persen. Dat raam, ik wil niet gaan. Persen, hij kook, hij kook, hij kook. Hij kook. Gefeliciteerd. Zuster. Dat one biggie boy. Help hier voor me, help. Kom, mag ik een paard voeding geven? Jij kan. Papa. Geef hem voeding. Papa, is geen papa, is mama. Ja. Hey, Mikado. Kijk. Hallo, Housen. Housen, hey. Zijf zanger de boy, man. Housen. Housen, Pedego. Kom hier. Blijf voor jullie. Hallo. Blijf voor jullie hier. Pedego. Kom hier. Pedego. Ik ben Belly. Oh, ik dacht ik ben Daisy. Ja, Daisy. Ja. Je vader, je denkt dat je geweldig bent. Dat is Daisy.
Je vader speelt valk, man. Hoe heet jij Belly? Belly. Oh, boy. Je vader wil minister worden, dat wil mijn vader niet, dan is je vader boos. Wat je gaat zien, mijn vader loert je vader. Hey boy, elke dag zeg je vader, weg met Daisy, weg met Daisy. Maar mijn vader gaat niet weg, mijn vader blijft gewoon. Mijn vriendje. Ah ja, omdat hij is geplakt op het stoeltok met superglue. Dat kan hij niet weg. Hij gaat niet weg, hij blijft. Hey, je vader heeft een keer gezegd aan een vrouw, dat die vrouw toch een karton neemt, dan gaat die vrouw onder een brug slapen, boy. Hij ziet alles. Hij zegt alles. En daar heb je niet gehoord wat die vrouw heeft gezegd over je vader. Dat wat is haar zeg. Je vader levert eieren met sirene. Hey, lock niet door. Dan natuurlijk, dan gaat hij met sirene. Want als hij niet met sirene rijdt, dan gaan die eieren broeien. Dan gaan er zoveel ik ook al. Maar je moet niet meer zeggen. Hey, je moet maar geen vinger wijzen. Nee, wijs je moet niet meer zeggen. Boy. Dat is het denk je dat ik een valk had. Je denkt, dat weet je dat. Dat liever dat komt, dan laten we een liedje zingen. Dat kan jij niet eens zingen. Dat zing. Oké. Lang. Dat is kerst, dat zing een kerstlied nog. Ja, is kerst, dat kunnen we kerst vieren. Want je zegt heel wat domme dingen. Oké, lang. Dan time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary boy that Jesus Christ was born on Christmas Day, had no lady angels king, a king was born today, is my father, and many live, will live for more, because a Christmas Day. But let me sing. Okay, you sing a lima tomo tinga. Boy, some hair, there been Bethlehem say, Beluku descapo, agu foro doxi, cal secre pato. Je zei niet wat dom. Belly? Wat gebeurt er hier? Koko kaka ki kaka. Ben je een pamfles? Is genoeg. Luk zo een mooi pamfles mee in de zin kong. En wat kan je gebruiken Coca Cola batra? Mooi, laat hem maar. Zoek geen ruzie meer. Jullie moeten samen spelen. Dat wil hij niet samen spelen. Jullie moeten samen spelen, zeg ik. Jullie moeten samen spelen. Jullie zijn van één vader. Jullie zijn van één vader. Vader is Pelly. Zomaar. Ik ben Pelly. Weet je wie je vader is? Kavi. Weet jij wie je vader is? Vader. Je vader heet Mijne. Jouw vader heet ook Mijne. Dat zijn er twee Mijne. Eén Mijne. En twee kinderen. Eén Mijne en twee jongens. Jullie zijn twee broers. Dat zei ik. Oh nee, hij lijkt niet op me. Je moeder lijkt ook niet op mij. Kijk naar je moeder. Je gaat schrikken. Kijk maar. Kijk. Mama, kijk boeboe. Kijk boeboe daar zo. Kijk boeboe. Boeboe zegt dat boeboe. Jullie moeten niet vechten. Oké. Is je broer. Jij bent mijn broer toch? Ja. Jij hebt een mooie moeder toch? Jij moeder is boeboe. Je gaat rustig door. Nee, is hij alleen dan? Nee, jullie moeten het samen doen. Oké, dan gaan we vanavond ja, we samen spelen. Samen spelen. Kom. Ja, jullie beiden zijn van mij. Luister, waar gaan jullie? We gaan spelen. Waar gaan jullie? We gaan spelen achterin toch. Spelen waar?
Achterin. Spelen je naar me zien. Dat ga ik je krijgen, dan moet je me komen pakken. Oké. Dan krijg je nog alles. Alles. Wacht even. Hallo, kom. Alles. Kom. Hij slaat mijn hart om. Zo hard. Kom even. Carry on. Je hebt gepufft, hè? Ata, het komt van die kant. Kan die man adem met die smerpen? Je hebt een bruine spoor. Ik poepa. Ik kan niet helpen. Ik kan me niet voorstellen, boy. Ik ga het al je goeie wa. Ik dat puf niet, want mijn vader is van Holland. Ik puf niet. Holland maar mensen ook zijn vader. Maar Holland mensen puffen niet. Nee. Oh, zo puffen alleen aardappel. Aardappel zo ploek. Laat hem maar zoon. Ik ga je leren hoe het is met die mensen van Holland. Ja, nou maar. Ja, so, ik wil weten. Zo puffen niet. Inderdaad puffen ze. Hallo. Where is Jerry? Ja. Flinke zoon, haar zoon is die naar bewoning, kijk hier. Ja, ja. Hallo, een mooi boy. Jawel. He? Ja, dokter. Kijk hier. Maar hij flink boy. Hij poept constant in zijn broek. Ja. Waarschijnlijk, hallo. Kinky pamper heet die. Ah, diarree. Hallo. Geef ik een cola. Het is enkel dat cola. Omdat wat is gaan gebeuren, die boy is met kom. Hij is met zijn bil gekomen, hè. Ja, dokter. Even dus die koning in bil. Tijdens het toucheren, if je bij die andere ja. Dokter waar je was, dat er dat vinger bent teken, dus die toucheren, dat herpag is ik op. Begrijp je niet? Dat is de mekeerse dat ik nou even voer. Diarree kom, dat komt omdat je open bent van achter. Begrijp je? Een jongen kon zo, dus hij is uit de kast. Iedereen uit de kast. Maar u kunt hem niet hechten. Ik kan hem hechten, ik kan hechten, maar niet, hij is nog jong, hè. We horen in 2-3 maanden, dat daarna dat ga je hechten, hoor. Graag, want anders kan hij geen soep krijgen. Je hebt een grote exhaust. Zo'n soep, nee, je moet hem geen soep nee. Geven. Mama, nee. Mama, net als dokter som. Dok, eh? Van mij eet veel. Ja, nou trouw je, ik kan jong, hij is een flinke boy, look, Fabiji. Mooi, hè? 18 pond. Hij zou je voeren. Ja. Hallo. Flinke boy. Ja, zou je, look at you. Hang aan je mofo. Zou je mofo. Zou je popo. Ja. Ja, dit is flink. Het is goed gekomen, hè? Jawel. Zijn van één ja. Vader, dokter. Zijn van één vader, maar alleen nog gewoon wang. Nee. Die is een beetje vals. Ja, maar kijk, maar ondanks dat. Het is één vader, want die verschilt de broeiter. Deze lijkt maar, op zijn vader. O, benen donker. Maar dat twijfel. Maar ja, mijn bellen op plat zo. Ja, hallo. Niet ja. Vechten. Uno feti. Alle mannen, wang. Jullie moeten dingen samen gaan doen. Uno me. Fight. Maar kan dat is een fight, dat is fight. Nee. Ja, ze vechten veel, dokter. Samen, om kon wang, potu eden wang. En dan samen de we klara ertori. Begrijp je niet? Ja, dokter. Geen jugu. Geen mandi. Nou, wat broeia. Alle neuzen in één richting. Met alle can do the job. Je vindt het? Ja. Afgesproken. Dus dokter, wat is het? Ja, dokter. Om zorgu taki. Nou, wat mandi. Nou, wat broeia. Ja. Iedereen alle neuzen in één richting. Ja. Power schieten tekort. Moet die andere bijvullen. Ja. Vind je? Ja. Geen broeia. Okay. Om je makandra. Daarvoor zijn we er. Uno defu. Praat die. Vet en makandra. Eén. Allemaal. En de oshitak wat door omhoog varen. In plaats van we praat zijn. Begrijp je niet? Ja. Dus samen. We can do the job. Duidelijk. Ja, dokter. Oké, dan. Dat kunnen we toch gaan spelen. Kom. Leid je tot de job. Samen, vrouwen. Ook toe. Willen jullie, dan komen jullie baden, ja? Ja, oké. Ja, want ik bak als een bruin. Dat wat gaan we spelen. En jullie ook daar, iedereen. Samen. We can do the job. Yes. Hello. Kom hier. Rustig aan. Ja. Kiki, koekoekak. Goed zo.
Mag ik een applaus voor Glenn Huisden, Danielle Dorder, Max Moussan, Gerald Vierkrouw en Ruben Silvin. Goed zo, zijn we ready voor een feestje vanavond? De mensen die later erbij zijn gekomen, van harte welkom namens Arti Promotion en Stichting Sumuent. Het is Tapjari 2018 en je kan je alvast voorbereiden, want we gaan schuiven, we gaan de benen losgooien, we gaan gezellig doen. Want vanaf nu tot aan het einde van de avond hebben we een leuke, vette en gezellige line-up. DJ, give me some music. In the meantime kunt u misschien wat gaan drinken, even een sanitaire stop maken en dan komen we zo terug met onze eerste act voor de avond. Orga Stichting Sumuent en Arti Promotion.